We gaan naar de zevende en de afsluitende laureaat van vanavond. Het liedje heet Love is All Around en het werd geschreven door Mikkel Wiels, Alain van de Putten en Peter Gillis. En dat zijn niet de eerste de beste. Die staan ook bekend als de heilige drievuldigheid achter grote Belgische hits zoals Heya Mama enzovoort. Dames en heren, na een lange omvaart via de zeven zeeën en precies 31 jaar na hun vorige deelname staan ze er weer meer dan ooit tevoren. De beroemdste Nicole en Hugo uit het melkwegstelsel, namelijk onze zevende laureaat Nicole en Hugo zelf. Singing and the sky is blue, and that is why I am gonna whisper softly in your ear four little letters that you want to hear. Love is the word that makes the world go round. Everyone who has heard that softly spoken sound stops to feel so swinging in the trees. Flowers will be swaying in the summer breeze and singing for you and me. I'm gonna whisper softly in your ear. I'll tell you everything you want to hear. Love is the word that makes the world. Love is all around. En Nicole en Hugo. Groot applaus voor Nicole en Hugo. Wauw. Ik zou haast zeggen, goedemorgen vakjury. We gaan naar André Vermeulen. Ja. Liefste Nicole, liefste Hugo. Jullie maken mij ongelooflijk gelukkig vanavond. Dit is zo'n aanstekelijk liedje. Het laat je niet los, of je nu zou willen of niet. Het achtervolgt je. Het is ook, denk ik, voor jong en oud, ook internationaal, absoluut, denk ik, geschikt. Dat huppeltje van Hugo en ook van Nicole, dat is zo magnifiek. Ik wil dit opnieuw zien in de finale. André Vermeulen liet zijn gevoel spreken. We gaan naar Serge Simona. Wel, ik vond het een mooi nummer dat mij qua sfeer een beetje deed denken aan de jonge Nick Cave toen hij nog bij de birthday party zat. En jullie hebben heel veel succes bij de homo's, natuurlijk. Ik heb altijd gedacht dat ik hetero was, maar nu begin ik te twijfelen. Hier is mijn kaartje. Als jullie zin hebben in een triootje. En ook, ik dacht niet dat ik mij ooit deze woorden zou horen uitspreken, maar ik wil jullie ook terugzien in de finale. We gaan naar Marcel van Tilt. Ja.
Een van de eerste televisieseries op de VRT heette De Teletijdmachine. En wij dachten toen, ja, dat is allemaal fake, een kartonnen doos met wat knopjes. De Teletijdmachine heeft vanavond gewerkt. Echt, heel die vrolijke tijd van het Songfestival was terug. Hè. Boom, bang, bang. Abani, bi, abana, be. Ding, ding, dong. Heel die sfeer was terug toen het Songfestival nog gewoon leuk, ontspanning was. Happy moest je ervan worden. Zij hebben het gedaan. Trouwens, de 70's zijn terug in. De 70's zijn helemaal terug. En wie is er nog meer terug? Nicole en Hugo. Terug naar de finale. We vragen het nog even aan mevrouw de voorzitter, aan Dana Winner. En ondertussen weet ik hoe belangrijk dat het is om je te laten omringen door een fantastisch team. En ik denk dat je ongelooflijk goed gecoacht bent, alle twee. Ik zie ook dat het allemaal klopt, zelfs tot de schoenen toe. Het klopt allemaal perfect en daar letten wij vrouwen natuurlijk wel heel erg op. En ik moet ook zeggen, Hugo, jij hebt een snor en daar houden de Turken ongelooflijk veel van. Dames en heren, de vakjury en Nicole en Hugo. Veel succes.